Van harte welkom bij de podcast. Ik ben Marco. Wie ben jij? Vandaag zijn we met de jonge ondernemer in e-commerce die van iemand die vakken ging vullen in Albert Heijn, wat op zich prima is wanneer je net je ding start te doen, naar een ondernemer is gegaan in de e-commerce en ook daarin succesvol is. En natuurlijk, als ambitieuze gasten willen we altijd meer. Zeker. En het bijzondere vind ik niet alleen dat hij meer verdient dan zijn beide ouders. Dat is een feit dat ik benoem. Mm-hmm. Maar ook hoe belangrijk je het vindt om ook iets voor je moeder te betekenen. Met onder andere het geld dat je verdient. En zeker ook graag naar het buitenland gaan. Omdat je soms denkt, Nederland, ja, het weer is niet altijd top. En je gaat naar Azië en ik wil wat meer inzoomen op jouw levensstijl en hoe je bent gekomen, man. Tot wat je nu doet. Ja, super tof, Marco, dat ik hier vandaag mag zijn. Zeker. Kijken naar uit, naar het gesprek. Ik ook, ja. Oké. Okay. Hoe begon het voor jou allemaal, het onderzoeken van wat wil ik gaan doen in mijn leven toen je nog tiener was? Toen ik nog tiener was, ja, ik had wel een beeld van, dat ik wilde gaan ondernemen. Ik denk dat ik dat vanuit mijn vader ook wel had, gewoon eigenwijs, weet je wel. Je neemt niet snel dingen op. Maar dan is het punt van, wat ga je doen? Ik denk niet dat het geluk is. Ik denk dat je altijd die kansen creëert. Dus in 2019 kwam ik nog een oude schoolvriend tegen in de gym. En ik denk dat zie ik ook vaak terug bij beginnende ondernemers die bij mij komen. Die in de gym begonnen zijn. Dan wil je eigenlijk het beste uit jezelf halen. Kast worden in ieder geval. Of meiden versieren of et cetera. Of wat je doel ook is. Van daaruit ben ik eigenlijk een beetje begonnen met boeken lezen. En met die vriend ben ik begonnen met ondernemen. Die ik toen in de gym tegenkwam. Ja. Hebben gewoon op een papiertje opgeschreven van, wat zijn de businessmodellen die we nu kunnen doen? En waar heb je niet veel startkapitaal voor nodig? Ja. Kwam ik uit op dropshipping. En zo eigenlijk is voor mij het ondernemen begonnen, zeg maar. En is er iets over je vader wat je wilt delen over zijn eigen wijsheid? Wat heb jij hem zien doen als het gaat om... Ik denk dat het wel in onze familie zit, heel erg eigenwijs en koppig. Misschien ook wel kort lontje zijn. Maar ik denk dat dat wel een goede eigenschap is om niet alles aan te nemen wat iemand zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker deze tijd met social media, van wie je informatie aanneemt. Hmm. Of het nou leraar is of iemand die je online ziet. Ze zeggen wel eens, je omgeving is belangrijk, maar ik denk wat je consumeert nog veel meer. Mm-hmm. Want dat word je eigenlijk ook als je iets vaak gaat kijken, ga je ook zo denken. Dus als je vaak naar Thierry Baudet zou kijken, ga je ook een beetje net als hem denken, toch? In principe zo, zo kijk ik ernaar. Je bent wat je mentaal consumeert dus ook. Ja, precies. Zeker. Okay. En hoe heb jij jouw gedrag dan zien veranderen vanaf het moment dat je die vriend in de gym tegenkwam en je zei, we gaan gewoon kijken welke businessmodellen er zijn. Wat ontstond er? Ik ging mezelf afzonderen van vrienden, relaties, leuke dingen doen. Ik merkte dat ik sowieso al wel mezelf langzaam begon af te zonderen op bepaalde gebieden. Dus na de voetbal ging iedereen zuipen. Ik ging bijvoorbeeld nog werken bij de Albert Heijn. In het begin maakte het mij niet zoveel uit voor het ondernemen, maar om het geld verdienen, zeg maar. Voor mij was het echt van, hoe kan ik geld verdienen? En natuurlijk, als je jong bent, denk je, je kan ondernemen, maar wat dan, weet je wel? En heb je voorheen wel eens gezopen, zeg maar, na het voetballen? Af en toe wel eens een keertje. Ik heb altijd wel eens dingen gedaan die God verboden heeft toen je jong was en zo. En de verkeerde dingen gedaan. Maar ik haalde daar geen voldoening uit. Dus ik merkte al heel snel, voor mij werden heel snel dingen herhaaldelijk. Mm-hmm. En saai. En ik dacht van, als ik zo doorga dan... Ik was heel erg bezig met die toekomstvisie, zeg maar. Mm-hmm. Vooral omdat ik het ook zag met mijn ouders, wat ik voor hun misschien terug wil doen, et cetera. Mm-hmm. Daar was ik wel heel erg mee bezig van, wat wil je in je leven bereiken? En vooral ook met familie, et cetera, die zetten niet per se druk op je, denk ik, maar die willen wel het beste voor je. Ja. En zo ben ik eigenlijk toen begonnen met ondernemen en met vallen en opstaan. Zijn we er vandaag nog steeds. En hoe was het om uiteindelijk, zeg maar, wat afstand te creëren van bepaalde vrienden die natuurlijk op een bepaalde manier leven of geen visie hebben zoals jij dat voor jouw leven voor ogen ziet, om in één keer, zeg maar, na het voetballen gewoon te gaan werken in de Albert Heijn? Hoe was die loskoppeling? Nou, ik moet zeggen, ik vond dat die baantjes die ik heb gehad, dat vond ik niet echt als baantjes. Dus ik wil niet zeggen dat ik het super serieus nam, maar ik was altijd wel ready om te komen werken, zeg maar. Dus daar, dat zit ook een beetje in onze familie, denk ik, dat hard werken. Ja. Dat er wel in zit. Ja. Dus dat afzonderen was voor mij niet moeilijk, want ik dacht altijd van, uiteindelijk ga je zelf wel vrienden maken met wie je groeit. En als je niet met mij wil groeien, of in ieder geval, is het uiteindelijk aan het einde mijn gezin tegen jouw gezin. Mm. Ja, als we elkaar niet verder kunnen helpen in bepaalde dingen, wat heb ik dan aan jou aan vriendschap? Niet dat je altijd iets aan elkaar moet hebben, maar je moet elkaar wel omhoog helpen, zeg maar. Of je gaat omhoog of je gaat omlaag. En ik dacht, als ik hier blijf, ga ik in principe achteruit.
Dat wil ik niet. En dan heb ik maar liever eenzaamheid. Ja, eenzaamheid wil ik niet zeggen, maar alleen zijn en gefocust zijn. En daar heb ik wel veel van geleerd door mezelf af te zonderen van de hele maatschappij en alles wat er gebeurt, zeg maar. Ja, ja, wel knap hoe je dat voor enige tijd kan doen. En dan natuurlijk connect je ook weer met bepaalde mensen of online of online. Zeker weten. Want in de mensen, met de mensen maken we ook veel business. Ja, zeker. Het is heel belangrijk om daarin de juiste connecties te maken. Ja, ja. Je hebt uiteindelijk een bijzondere coach. Misschien wil ik daar nog op terugkomen uit Amerika, waar je heel veel van leert. Zeker weten. Je benoemde dat je graag voor je familie, voor onder andere je ouders of een van je ouders, iets wil betekenen. Waar komt dat, wat hebben zij jou geboden, waardoor jij beseft van op jonge leeftijd van wow, mijn ouders... Nou, ik weet gewoon dat mijn vader een heel erg hardwerkende man is. Mijn ouders zijn inmiddels gescheiden, maar mijn moeder heeft Wit-Russische achtergrond. En ik kom eigenlijk elk jaar in Wit-Rusland. En dan zie je dat mensen zeggen wel eens hier, of dat ik zie coaches van hey, ik kom van de bodem, et cetera. Ik kom ook niet van de bodem, gewoon een simpel rijtjeshuis. Maar als ik zie hoe mijn vrienden daar in Wit-Rusland hebben en hadden destijds. Die konden nog geen drankje kopen, bij wijze van spreken. Die hadden niet eens de mogelijkheid voor een baan. Maar in Nederland, als je niet werkt, dan krijg je al uitkering. Bij wijze van spreken. Ja. Dan verdien je al 3-4 keer zoveel als mensen in Wit-Rusland. Ik zou niet weten hoe het is met mensen in Afrika bijvoorbeeld. Maar als je ziet van, hey, mensen hebben het zo slecht in andere landen. En jij hebt deze kans, waarom zou jij die kans dan niet grijpen? Je moet eigenlijk gelukkig zijn dat je in een land bent geboren als Nederland. Ja. Want er zijn gewoon heel veel kansen werkgerelateerd in dit soort ontwikkelde landen. Mooi, dus je zag je vader keihard werken. Je moeder komt uit Wit-Rusland. Daar ging je bijna elk jaar uiteindelijk een tijdje op vakantie. Zeker. En je zag dus wat die mensen daarmee maakten. En in één keer het contrast met, hey, ik zit in Nederland. En daar zitten mensen in een andere situatie. Ik had laatst iemand horen zeggen, ook online, ik weet niet of het Jordan Peterson was, maar dat echte armoe, dat er niet is in Nederland. En ik wil voor de mensen die dat wel ervaren zeggen, hey, er zijn uitzonderingen. Maar ja, uitzonderingen bevestigen de regel, ja, zou ik zeggen. Maar die mens, zeg maar, dat is niet dat mensen hier doodgaan zonder eten. Dus vroeger was dat de definitie van armoe. Je hebt bijna niks om te eten of iets aan te kopen. Nu is de definitie van armoe dat je geen luxe dingen kan doen. Ik denk dat verschil heel erg groot is. Ik weet wel verhalen van opa's en overgrootoma's. Ja, die hebben in Wit-Rusland gewoon bijna over lijken gelopen. Of in ieder geval met bonnetjes naar ergens toe om brood te halen. Dat kan je niet voorstellen om een bonnetje te geven. En je hebt een bonnetje per dag en daar krijg je een stukje brood van. Ja. Bij wijze van spreken. En voor de rest is dat het, weet je wel. Dus het contrast is zo groot vergeleken met bijvoorbeeld 100 jaar terug of 20 jaar terug voor internet. Ja. Vergeleken met dat soort landen hebben wij gewoon heel veel kansen. Ja. En die moet je dan ook grijpen, vind ik. Ik vind een beetje disrespect naar je familie toe die zichzelf helemaal naar de kloten werken, misschien hun hele leven. En dat jij dan een beetje uit je neus loopt vreden, weet je wel. Ja, ja, daarin bewijst zich ook voor mij van, zeg maar, liefde, iets doen voor een ander is dat, onder andere. Je hebt dus al die mensen die dingen voor jou hebben gedaan en je zit het in één keer in. En je beseft, ik wil die mensen niet teleurstellen. Ja, precies. Zo heb ik een business coach die vertelt mij dingen en die zegt, nee, ja, ik kan dat wel. En ik dacht, oh, ik kan dat niet. En die denkt, oh, misschien had ik je hoger ingeschat. En nu denk ik, wacht eens even, ik wil hem niet teleurstellen. Ja, precies. Als hij mij hoger heeft ingeschat, ja, accountable houden. Mooi dat je dat zo ontwikkelt in het proces van het zijn van een ondernemer. Je hebt die vrienden tegengekomen, je ging wat business ideeën noteren en het werd uiteindelijk e-commerce, zei je. Hoe ben je gekomen tot het model e-commerce? En ook voor de kijker, wat is dat eigenlijk? Ja, e-commerce is gewoon het verkopen van producten online. Ik denk dat we het allemaal wel kennen als je jong bent. En je zag destijds die reclames voorbij komen van Charo en Joshua Kaats. Ik heb ze ook wel eens gezien en ik dacht van, ik denk dat dat ook een reden is geweest voor mijn succes tussen aanhalingstekens. Is dat je denkt van, hey, ik kan het ook. Dus als jij het kan, kan ik het ook. Precies zo. En dan ga je er uiteindelijk wel komen. Dus zo heb ik eigenlijk altijd gedacht van, hey, als iemand anders het kan en ik blijf hier maar lang genoeg mee bezig en verbeter mezelf hierin, dan gaat het uiteindelijk lukken. En ja, dat is echt die lange termijn visie die ik daarin heb. Ja. En ook van het begin ook wel had. En dat zie ik bij heel veel mensen niet. Die denken van, hey, ik kan nu beginnen bij jou. Wat voor resultaat kan ik in een maand halen? Ik zou zeggen, als je hier 3 tot 5 jaar mee bezig bent, dan kan je heel veel bereiken, zeg maar, in plaats van in een maand of in een paar weken. Ik denk dat dat het grote verschil is, dat je echt naar die long term kan kijken en ook door kan gaan zonder resultaat. Dus ik heb in het begin ook verliesgevend gedraaid, dus dan ben je gewoon een verliesgevende ondernemer en dan gingen dingen niet de juiste kant op. Maar dan moet je juist doorgaan zonder enthousiasme te verliezen, zeg maar.
Zonder te denken van, hé, ja, het gaat allemaal kloten, dus ik stop ermee. Mm. Zo werkt het. Ik denk dat je gewoon blijft doorgaan en blijft ontwikkelen. En ja, zo ben ik eigenlijk beter geworden in e-commerce. En ook mede door die Amerikaanse mentor en andere mentoren, ja, heb ik gewoon het resultaat bereikt wat ik wilde bereiken. Wat voor mij heel belangrijk was. En Paul, wat is e-commerce voor iemand die nog nooit de term heeft gehoord? Ja, e-commerce is gewoon alles online. Dus het kan ook diensten verkopen online zijn. Ja, ik ben gespecialiseerd in het verkopen van producten online. En in principe is e-commerce niks meer dan online marketing. Dus je hebt een product en hoe verkoop je dat product? Ja. En bij het dropship principe in ieder geval. Dropshipping is gewoon een business model. Dus van de leverancier naar de klant in één keer. Hoe verkoop ik dat product online? En hoe verkoop ik dat op impuls? Hoe laat ik een advertentie aan een vrouw zien en zij wil dat rokje kopen? Ja. Zo simpel. Het kan alles zijn. Het kan ook een dienst zijn bijvoorbeeld. Eigenlijk is e-commerce heel, heel breed en een groeiende industrie. Mm-hmm. En van daaruit wil ik ook zeker de komende, laten we zeggen, 5 tot 7 jaar nog wel in e-commerce actief blijven. Ja, ja. Oké. Okay. En welke was er in het begin een bepaald product waardoor je verlies draaide? En wat was dan het verlies en hoe bleef je enthousiast dan doorgaan? Nou, meestal test ik dus producten op €50 per dag. Dus dan kijken of het werkt en je test eigenlijk van alles, van schoenen tot shirts tot eigenlijk alles wat je maar online kan vinden en op AliExpress kan vinden. In die tijd dat ik begon had je helemaal nog geen goede leveranciers, dus moet je echt met AliExpress leveranciers werken. Ja, dat zijn ook niet de hoogste kwaliteit producten natuurlijk in het begin, maar het geeft je wel een start om te beginnen en iets te verkopen. En ik denk dat je er heel veel van leert van oké, dit product werkt niet, maar waarom werkt het niet? Wat heb ik fout gedaan? Heb ik misschien niet de juiste video gemaakt of niet de juiste productpagina? En denken van, hé, hoe kan ik mijzelf verbeteren? Ik heb heel erg gefocust op hoe kan ik nou die skills ontwikkelen, zodat ik niet alleen een winstgevende ondernemer ben, maar dat ik ook niet 10.000 euro's ergens hoef in te stoppen, want dat kon ik in het begin gewoon niet, zeg maar. Dus ik dacht van, hé, hoe kan ik met zo min mogelijk kapitaal er zoveel mogelijk uithalen? En dat is uiteindelijk met e-commerce wel gelukt. Cool. Oké. Okay. Gaandeweg heb je geleerd van verschillende mensen. Je hebt coaching, mentoring aangenomen. Wat waren een van je eerste stappen waardoor je dacht, hé, van die gast wil ik leren om dit beter te kunnen? Ja, ook al bij Joshua Kaat begonnen. Ik heb eigenlijk alles wel. Ik heb zoveel coaches gehad. En nog steeds in verschillende dingen. En sommige hebben me wel het gewenste resultaat opgeleverd. Sommige niet. Okay. Maar ik probeer altijd te kijken van, hé, wat kan ik nou van iemand leren? En wat doet diegene? En dan strikt het volg. Ik was in het begin nog wel eens eigenwijs. Dat is ook wel een valkuil geweest. Dus dat je zelf denkt dat je dingen beter weet. Maar je hebt helemaal nog geen resultaat behaald. Dus eigenlijk weet je het helemaal niet beter. Dus het is gewoon een stappenplan volgen van iemand. Het is misschien best wel lomp in die zin dat je gewoon iemand kopieert en plakt in je eigen stijl. Ja. Maar het geeft je wel het resultaat dat je wilt. Dus ik heb eigenlijk alles geprobeerd wat ik online zag, zeg maar. Ja. Ik denk als je op mijn bankrekening kijkt, kan je elk boek of podcast die ik geluisterd heb of gekocht of cursus of coaching die er bijna wel is die te maken heeft met e-commerce, ken ik wel of heb ik geprobeerd, zeg maar. Ja. Dus ik liet niets aan het toeval over. Ik dacht, als ik nou alles weet en alles doe, dan ga ik dat resultaat behalen. Ja. Want iemand anders die doet dat niet. Ja. Iemand anders die koopt misschien een cursus en die denkt, na 2 maanden ben ik rijk. Maar zo werkt de wereld natuurlijk ook niet. Nee. Ik heb psycholoog Jordan Peterson. Uh-huh. Die zei, hetgene wat je niet weet is vaak belangrijker dan hetgene wat je wel weet. Uh-huh. En dat vind ik wel een mooie uitspraak die past bij wat jij zegt. Dus jij koos ervoor om eerlijk te kijken naar jezelf. Nou, wat zijn mijn resultaten? Wat zijn andermans resultaten? En dan stappenplan te volgen terwijl je ook iemand bent die gewoon moedig en ook soms koppig aan de slag gaat voor zichzelf. Stond je er wel voor open en sta je er voor open om te leren van anderen? Ja, ik denk dat het ook wel een stukje uit je comfortzone is. Dus ja, ik werd ook niet heel vrolijk als ik bij een coach 10.000 euro bijvoorbeeld voor een jaar afbetaal. Dat zijn soms gewoon bedragen als je begint met ondernemen, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat, of het nou, toen ik die 1.000 euro cursus voelde, dat voelde voor mij hetzelfde als die 10.000. Ja. Op een gegeven moment. Dus je gaat stappen maken. En ik denk als de pijn groot genoeg is, dat merk ik bij mezelf, van hé, ik zit nu in zo'n pijnlijke situatie met een baan of met een studie waar ik niet in wil, dan kan ik mezelf heel erg tillen naar iets wat ik wil bereiken. Ja. Stel voor je lichaam, stel je voor je bent out of shape, dan kan ik mezelf wel tillen naar, hé, hoe kan ik wel weer in shape komen, zeg maar. Dus echt vanuit die pijn merkte ik heel veel motivatie en discipline om datgene te bereiken wat ik wilde bereiken.
Ja, en wat voor pijn had je? Nou, pijn is misschien een groot woord, maar in ieder geval pijn van, hey, is dit wel mogelijk voor mij? Ik heb ook wel eens gedacht van, misschien is dit inderdaad niks voor mij als mijn ouders dat zo zeggen. Of mijn vader heeft ook wel eens gezegd van, misschien moet je er maar mee stoppen met, in ieder geval met e-commerce, niet met ondernemen, maar in ieder geval je stopt er heel veel geld in en er komt nog weinig resultaat uit, weet je wel. Dus op een gegeven moment ga je wel eens twijfelen aan jezelf van, hey, kan ik dit wel? Ja. En ik dacht, voor mij was het meest pijnlijke van, hey, als ik nog 40 jaar in zo'n baan zat, ja, dan wordt het voor mij heel erg, dan wordt het voor mij heel erg taai. Hetzelfde voor een studie, ik raak heel erg snel verveeld. En bij een baan had je ook niet echt de potentie van, hey, om door te groeien of et cetera. Ik zag de potentie er niet in van, hey, als ik hier blijf, wat, heb ik dan een leven dat ik wil? Ik denk het niet. Dus voor mij was het heel erg van, oké, koste wat kost, ga ik geen 9 tot 5 en geen studie meer doen in mijn jonge 20 jaar. Om daarin het pad van ondernemen te kiezen en gewoon een risico te nemen. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja. Er is een ondernemer die ook content creator is op YouTube, genaamd Dan Kauw. Hij heeft iets van 300.000 abonnees, verdient per jaar minimaal 1 miljoen. En hij heeft het over het creëren van een antivisie. Zo van iets wat jij zegt, van dat je niet jezelf 40 jaar lang wil zien doen hetzelfde werk en ongeveer hetzelfde geld erin Precies. Dus ik zie dat dus wel heel krachtig kan zijn, een antivisie, wat je dus bewust onbewust hebt gecreëerd. Ja, zeker weten. Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten van, hey, mensen weten altijd vaak van, wat wil ik niet? En wat wil ik dan wel? Weet je wel, in het begin wist ik ook niet precies van, hey, welk pad is het nou voor mij? E-commerce was gewoon voor mij een middel om geld te verdienen, zeg maar. Daarvoor was ik begonnen. Dus gaandeweg leer je vanzelf van, hey, wat wil je wel? Wat past wel bij jou? Wat past niet bij jou? Dus zo heb ik het eigenlijk gedaan. En zo raad ik het ook mensen te doen om gewoon te beginnen. Wat kan er nou in principe fout gaan? Je gaat in principe in Nederland niet dood als je iets probeert. En je leert er vaak van. Dus ik zou zeggen, het is niet voor iedereen, maar voor degene die wel in zo'n situatie zitten. Ik denk dat er nog genoeg mensen zitten die nu jong zijn, die uit een studie of baan willen. Ja, neem gewoon dat risico. Alleen je moet wel wat kapitaal hebben om te kunnen investeren natuurlijk. Want dat zie ik wel heel veel bij deze komende generatie dan, die nieuwe generatie. Die hebben dan nooit gewerkt. Dus ik heb wel een paar baantjes gehad. En gewoon 40 uur gewerkt, et cetera. En dan leer je ook discipline en dan leer je ook dingen in een bedrijf, zeg maar. Het is niet alleen maar matrix en 9 tot 5 slechts. Je kan er ook gewoon positieve dingen uithalen. Alleen ik wist gewoon, het is niets voor mij. En hoe kom ik nou uit deze situatie? En dan ga je vragen stellen van, hey, wat heb ik nou nodig financieel om te stoppen bij deze baan? Ja. Hoeveel is dat, 2000 euro? Is dat 3000 euro? En hoe ga ik die 2 tot 3000 euro verdienen? En zo kom je uiteindelijk bij een antwoord als je maar lang genoeg blijft nadenken en actie ondernemen. Dus jij was keihard aan het werk om wat extra geld te verdienen. Om ook weer terug te investeren. Om weer terug te investeren. Je begon met e-commerce, stond in de min. Ja, zeker. En wat werd voor jou het omslagpunt, misschien binnen een bepaalde tijd, waardoor je naar de plus ging en echt begon te verdienen op je e-commerce? Ik denk toen ik nog wel, ik had een e-commerce baan destijds. En ik had in mijn hoofd van, oké, ik was net gestopt met studie. Op zich, dropshippen ging wel oké. En e-commerce, maar het was voor mij heel inconsistent. Dus dan had je ene maand, verdiende je misschien 4.000 of 5.000 euro winst. En de volgende maand was het weer niks of zo. En ik wilde wel die stabiliteit van je onderneming hebben van een x-duizend euro per maand. Dus ik dacht, ja, ik stop gewoon met deze studie, want die studie daar heb ik niks aan. In ieder geval, ik stopte daar niet genoeg tijd in. Ja. Het was ondernemerschapsstudie, dus ik wist al wel dat ik zou gaan ondernemen. En ik dacht van, hey, ja, ik heb nu niet zo heel veel kapitaal. Ik ga gewoon 40 uur per week werken bij een e-commerce baan. In de zin van, hey, misschien kan ik dan ook iets leren op e-commerce gebied. Daar stond ik wel voor open. Nou, in principe voor dat het bedrijf ook best goede resultaten behaalt. En naast die 40 uur per week heb ik dus mijn e-commerce business toen opgezet. En alles gegeven wat ik had. En dan moet je je voorstellen, dan sta je om 7 uur op en je staat om 8 uur op de werkvloer tot, laten we zeggen, 4:30. En van 5 tot 9 ben je aan het werk. En dat doe je dan 5 dagen lang. Nou, 1 week is best prima om te doen, maar als je dat 6 maanden doet en in het weekend ga je ook gewoon door, zeg maar, met voor jezelf werken of dingen leren, verbeteren. Dat was best een zware tijd, maar in principe is dat wel, ik haalde daar wel heel veel voldoening uit. En het was voor mij echt een mindset switch, want ik dacht van, oké, als ik die 2.000, 3.000 euro winst heb,
over 6 maanden, dan stop ik. En dat had ik toen ook precies. En ik dacht, als ik het in mijn gedachten misschien op 3 maanden had gezet, had ik het misschien ook wel bereikt. Dus ik heb dat, dat is nog steeds wel een ding van, mindset is daarin wel heel belangrijk. Ja. Van, dat je zelf niet gaat limiteren van hoeveel kan ik vragen voor een product dat ik verkoop en hoeveel kan ik vragen voor een dienst die ik verkoop. Ja, ja. Het is gewoon een waarde, het is gewoon een ruilhandel. Van hey, ja. Hoeveel vindt iemand anders het waard om bij mij een product te komen op mijn webshop bijvoorbeeld? Of een dienst in dit geval. Het gaat om wat de ander het waard vindt. Ik denk dat dat echt een hele grote mindset, mentaliteitsshift is. Van, zeg maar, ik heb een goede jeugdvriend gehad. Mm-hmm. We zijn niet meer vrienden. Omdat ik voelde, ergens moet de relatie verbroken worden. Terwijl ik wel altijd vroeg, wil je afspreken? En na meer dan 10 keer gevraagd hebben en hij zei soms ja, werd het hem niet en ik wilde alleen niet via de app meer praten. Dus ik heb het op die manier gekozen te beëindigen. Anders zou ik, want ik ben een lief karakter, blijven vragen. En ik wilde niet aan ja, je wil niet worden. Zo... Maar hij had bijvoorbeeld wel goede kritiek soms van, hey Marco, je wilt toch niet vrienden worden met potentiële klanten? Dus ging ik advies van hem aannemen. Oh ja, van ik moet zakelijk leren communiceren. Dus hij heeft me ook heel veel goede tips gegeven. Maar ook soms keek hij naar mijn werk of mijn video's. Of het gingen mensen hem confronteren met mijn video's. Waar gebeurt En dan werd ik als een Mogol bestempeld. En dan dacht hij, oh ja, en toen dacht ik, ik maak toch ook wel eens van die domme grapjes tussen ons. Ja, precies. Maar het werd hem misschien te veel of iets. Misschien kom ik er ook nooit achter. Misschien komt er ook weer een nieuwe deur die zich opent, dat we weer met elkaar connected worden. Maar hij zag niet in dat het gaat om wat mijn klanten en mijn kijkers vinden van mijn content. Dat is belangrijk. Niet per se hij of niet zelfs ik. Soms kijk ik niet eens wat vind ik van mijn content. Ja, precies. En ook zo met de diensten die je ontwikkelt en met e-commerce. Wat je online als product neerzet met video's, foto's en teksten. Wat vindt de ander het waard? Ja, en hoe kan je iemands probleem oplossen? Ja. Op dat verhaal in te spelen van je vriend. Ik denk, wat ik dus heb gedaan, het starten met vrienden en dan zakelijk. Mm. Dat werkt voor mij persoonlijk niet. Mm. Maar vanuit zakelijk wel vrienden worden. Daar heb ik er genoeg van. Ja. In mijn industrie die ook met e-commerce bezig zijn. Mm. Met wie je dan kan connecten of elkaar dingen kan verbeteren, et cetera. Ja. Dat werkt voor mij wel heel erg. Omdat dat soort mensen, die hebben vaak ook dezelfde interesses. Ja. Als je ondernemer bent en je zit dan in e-commerce en bijvoorbeeld je sport veel, et cetera. Je hebt veel raakvlakken met elkaar. Ja. En met oude vrienden, wat jij ook zei, ja, dan merk je misschien steeds minder raakvlakken. En dan wordt dat gat wordt steeds groter, want jij gaat in principe omhoog in het leven. En hun blijven in principe gelijk, / naar beneden gaan. Dan wordt het lastig om met elkaar nog op één lijn te zitten, zeg maar. Ja. Merk ik. Ja, ja, en ik merk dat deze jeugdvriend ook in het leven echt omhoog aan het gaan was en voor topbedrijf aan het werken was. En ik zat hier, weet je wel, ik heb mijn eigen huis, ik woon samen. En het ging soms beter, soms minder goed in mijn ondernemen. En hij heeft ook bijvoorbeeld met mijn moeder een keer gesproken, dat is best persoonlijk. Uh-huh. En hij zag mijn moeder stressen, dus hij heeft denk ik ook uit zorg. Want mijn moeder dacht, Marco, waarom ga je ondernemen? En die heeft pas na jaren omarmd en mijn vader ook. En die druk mocht er zijn, want dan moest ik dus geloof krijgen in mijn eigen idee door de druk van anderen, van is dit wel voor jou? Maar hij zag bijvoorbeeld mijn moeder stressen en misschien heeft hij ook uit zorg gezegd van respecteer je ouders en ga gewoon. Het leek erop alsof hij wilde dat ik weer een baan zou krijgen. Ja, maar dat is inderdaad die gat die ontstond en ik weet niet wat juist hierin is qua keuze die ik heb gemaakt, maar tijd zal het vertellen. En als we terugkomen op het stukje dat je gecoacht wordt, mm-hmm. wil ik straks ook naast dat terugkomen op dat je je moeder nu kan helpen met onder andere een huis. Ja, zeker. En daar wil ik zo op terugkomen. Dat is bijzonder dat je dat bereikt en dat je dat nu doet. Maar allereerst, welke coach heb je nu uit Amerika en wat heb je van hem geleerd? Zodat de kijker die nog nooit coaching heeft afgenomen van iemand kan inzien. Ja, ik zit al bijna 3 jaar bij Justin Wool. En ik heb eigenlijk heel veel van hem geleerd op e-commerce vlak. En op coaching vlak zijn we ook nu bezig voor mijn coaching business. Dus ik werk al hele lange tijd met hem samen. En ik heb heel veel persoonlijk van hem mogen leren. En ik keek ook van, hey, wat voor leven heeft hij? Wat voor auto heeft hij? Wat voor huis heeft hij? Maar vooral ook hoe hij dus de skills overleert. Dus hij had het echt van, hey, hoe kan je nou de skills leren om de juiste ondernemer te worden? Hm. En ik merkte in Nederland, qua coaches was het, hoe kan ik een trucje leren om een paar duizend euro per maand te verdienen? Maar dan ben je niet per se een goede ondernemer. Ja. Oh. Ik wilde echt die skills leren hoe ik voor de rest van mijn leven dus een product of een dienst kan verkopen. En daar heeft hij mij heel veel in geholpen hoe ik dat in mijn manier in Europa kan doen. Mm. Ik had altijd het idee van, nou ja, Amerika is toch een stuk verder.
ook Jordan Peterson en dat soort sprekers. Ja. Dat zijn mensen waar je misschien wel naar kan opkijken in principe. Ja. En via Justin Wall heb ik heel veel mogen leren. En daar zit ik nog steeds bij in het programma. Dus daar bouw je ook gewoon een vriendschap mee op. Ja. Want die persoon die zie je gewoon elke week. Ja. Je werkt al 3 jaar met hem samen, maar je hebt hem nog nooit in het echt gezien. Maar in principe bouw je wel een soort connectie met elkaar op, zeg maar. En het gaat verder dan alleen een coachingstraject dat je hem betaalt, weet je wel. Ja. En dat hij je daarbij helpt. Je wordt gewoon echt vrienden soort van met elkaar. Heel waardevol. Dus dat zakelijke naar vriendschap wat je zegt. En ik denk misschien dat hij ook wel voor mij misschien als een broer is geweest. Ja. Want ik ben enig kind. Hm. En dan heb je misschien... Ik had in ieder geval in mijn omgeving, ik had niemand waarvan ik dacht... Ik wil als jou zijn, weet je wel. En ik vind dat wel belangrijk. Hm. En misschien alleen een oom in Rusland die dan een G-Wagon reed en een tennisbaan had en een vakantiehuisje. Maar die zag je misschien 1 keer per jaar. Maar daarnaast, in mijn omgeving, ik had niemand van zo die auto wil ik of dat huis wil ik. Dat dacht ik van, hé, wie is dat nou? En bij hem heb ik wel echt iets van, oké, hij is al een aantal jaar verder dan ik. Qua leeftijd, qua levenservaring, maar ook qua dingen die hij heeft gedaan. Ik denk, als ik nou zijn dingen volg en op mijn eigen manier toepas, dan ga ik ook, al is het maar 10% van zijn resultaat, dan ben ik al tevreden, weet je wel. En kwam je hem tegen op social media en stuurde je een berichtje? Hoe ging dat? Nou, ik had eigenlijk in het begin, voordat ik begon met coaching, had ik een product research tool. En dat zijn gewoon lijstjes met winnende producten van AliExpress. Die verkocht ik dan voor 50, 60, 75 euro per maand. Heel low ticket aan gewoon mensen. En dat was niet om geld aan te verdienen, maar ik zag gewoon... het grootste probleem in e-commerce is welk product verkoop ik. Dus ik had dus een tool gemaakt waarbij ik dat dus kon ontwikkelen. Plus er zat alles in. Dus de titel van het product, omschrijving, de videoadvertentie. Eigenlijk alles wat je ervoor nodig hebt had ik dus gemaakt. En dat verkocht ik. Mm-hmm. En dat ging redelijk goed. En toen kwam ik eigenlijk in contact met iemand die dat dus ook deed. Alleen in Amerika, alleen dan op veel grotere schaal. Toen had ik dus bij hem zijn tool ook gekocht. Want ik dacht van ja, ik ga gewoon kijken wat hij doet. Kijken wat ik kan toepassen in mijn tool. En hoe kan ik mijn eigen dienst verbeteren. Toen zag ik dat hij ook coaching deed. Ja. Toen dacht ik van, het loopt best goed. Dus laat me een keer een coaching call met u inplannen. Het was destijds 1000 euro voor een uur. Ja. Dus sommige mensen zouden misschien denken, 1000 euro voor een uur is superveel. Maar ik wist van, deze persoon is daadwerkelijk legit en een stukje verder. Nou, ik heb met hem even gesproken van, hoe kunnen we dingen bij mij verbeteren, et cetera. En hij zei van, ja, je kan wel bij mij blijven. Dat kost je 1000 euro per uur. Maar ik heb hier een vriend van mij, Justin Wall. Ken ik persoonlijk zelf ook al jaren. En die heeft ook al 1000 mensen geholpen. Ga daar eens naar kijken. Hm. Daar heb ik gewoon een call in gepland. En gewoon gelijk begonnen. Niet eens gekeken van, oké, het is veel geld. Tuurlijk. Maar misschien is dat voor mij juist wel nodig om nu de stap te maken. Die ik, dus ik ben eigenlijk vanuit die tool van die winnende producten ingerold in dat programma destijds. Ja. Mooi om dat proces te zien. Ja, ja zeker. Dat was wel voor mij een belangrijke stap om het resultaat te behalen wat ik graag wilde. Ik denk dat ik zonder die mentor ook wel het resultaat had behaald. Maar het had mij veel meer tijd gekost en veel meer geld om te leren wat ik nu weet. Mm. Dus het is een soort van shortcut van hoe kan ik van A naar B komen? Zo snel mogelijk en op de juiste manier. Dus ik kijk van wie doet dat? En hoe kan ik dat voor mijzelf gaan toepassen, zeg maar. Ik vind het bijzonder hoe je ook zei van dat in Nederland de coaches onder andere leren. Er zijn coaches die leren je even succesvol te worden. Ja, een trucje. Ja. Maar in Amerika heb je dus ook, natuurlijk in elk land heb je van alles zitten. Ja, je hebt altijd... Maar in Amerika heb je dus personen zitten die wat meer focussen op de skills. Die ook in Nederland zijn, maar die wat meer focussen op de skills die je leert. Dus ik moet denken aan een quote van een inspirerende businessman waar ik mee samenwerkte. Leiderschapscoach. Mm-hmm. High Performance, Lionel Eersteling heet hij. Okay. Hij had van succesvol naar waardevol, had hij als quote voor zichzelf en in zijn kleding gezet. En daar moet ik aan denken. Dus ja, je kan succesvol zijn, hè? Kijk maar of geld verdienen, maar wanneer ben je waardevol? Zeker weten. Ik denk als je genoeg waarde levert, dan komt dat vanzelf terug in geld. Ik was heel erg gefocust op, ik denk dat iedereen wel doelen heeft. Van iedereen wil in ieder geval, je wordt ermee doodgegooid in mijn niche van 10.000 per maand verdienen. Maar gaan ze nadenken. Wil je dat wel echt en wil je doen wat nodig is om die 10.000 per maand te verdienen? En wat ga je met het geld doen? Ik was in het begin ook heel erg gefocust puur op de getallen. Maar de laatste, laten we zeggen, 1,5 jaar ben ik heel erg gefocust op de output. Ja. Dus van, ik wil dit resultaat, maar wat moet ik elke dag van de maand doen om dit resultaat te behalen? Ja. En wie heeft dit resultaat al behaald? En dat ga ik ook doen, alleen mijn eigen stijl. Ja. Dus zo heb ik het gedaan. Het is... Zeggen is het heel simpel, hoe het moet, maar doen is denk ik het allermoeilijkste daarin, zeg maar. Ja.
En het is echt consistent zijn, dus het blijven doen, de kwantiteit blijven herhalen. Maar gaandeweg ontstaat de kwaliteit, omdat je serieus gaat kijken wat kan beter en wat ik herken in jouw verhaal, wat kan beter. Zeker weten. Ik denk dat je heel veel leert van de dingen die je fout doet. En tot op de dag van vandaag doe ik nog steeds genoeg dingen fout. Dat zijn wel de momenten waarvan ik leer. En elke keer als ik weer iets fout doe, betekent het niet dat ik opnieuw begin. Dus stel je voor, wat in mijn niche heel gebruikelijk is een Facebook-blokkade. Dus je draait advertenties en je account wordt geblokkeerd. Ik heb het in het begin ook wel eens gehad. Dan dacht je, dan kan ik stoppen. Maar op een gegeven moment denk je, wat zijn nou de oplossingen? Oké, dan kan ik een structuur eromheen bouwen waarop de kans kleiner is dat ik word geblokkeerd. Kom je al een stapje hoger. Mm. En zo kom je elke keer een stapje hoger. Dus zelfs als stort iets in, je begint nooit opnieuw. Want je hebt die skills om weer iets op te bouwen in elke industrie. Als ik nu weer zou beginnen in iets compleet nieuws, zonder enige kennis, zou ik sneller succes behalen met iemand die nog nooit resultaat heeft behaald. Omdat ik weet wat er voor nodig is om dat resultaat te gaan behalen. En Paul, wat voor resultaten heb je behaald waar je iets over wil vertellen? Waar ben je Zeker. Ik heb meerdere webshops gehad. Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk. En dan moet je wel echt denken aan bedragen van 100, 200.000 euro per maand omzet. Ja, omzet is geen winst natuurlijk, maar je moet denken aan 20-30% winstmarges. Ja. Dat zijn wel echt mijn topmaanden, zeg maar, qua omzet momenteel. Ja. Dus, en dat zie ik nu ook in mijn inkomen van, ik zit nu misschien op 10.000 euro's winst per maand en coaching erbij. Maar hoe kom ik nu van dat niveau van bijvoorbeeld 10.000 euro's winst per maand naar 100.000? Daar moet je ook weer een compleet ander persoon voor worden. Ja. Meer personeel, meer systemen, jezelf ook weer ontwikkelen. Dus het is altijd, hoe kan je daarop weer verbeteren? En eigenlijk is dropshipping helemaal geen moeilijk businessmodel, maar ik denk dat niks echt moeilijk is, zeg maar. Als je ook kast wil worden in de gym, het is heel logisch wat je moet doen. Je moet trainen en je moet goed eten. En als je dat volhoudt, dan word je vanzelf wel breder, zeg maar. Alleen je moet het wel dag in dag uit kunnen doen zonder het verlies van enthousiasme. Ja, in jouw verhaal herken ik heel erg dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben en zo ben ik ondernemer geworden. Wie ga ik worden? Wie ga ik zijn? Wat voor persoon ben ik op het moment dat ik een bepaald bedrag verdien? Want ik heb daardoor heel veel moeten sleutelen aan mezelf blijkbaar. Toen ik misschien van 2000 naar 5000 in de maand ging. En heel veel dingen moesten veranderen. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Eigenlijk ben ik gewoon heel nieuwsgierig daarnaar. En is dat een van mijn main drives? Wat is een van jouw main drives? En natuurlijk wil ik ook geld verdienen. Maar ik denk dat mijn drive ook wel is, natuurlijk het geld verdienen nog steeds. Ik ben wel op een goed level, maar nog steeds niet waar je wilt zijn. Ik denk niet dat je daar ooit komt, maar ik denk ook echt dat stukje impact maken. Ja. Ik merkte dat stukje e-commerce toen ik begon. Ja, het is heel leuk om geld te verdienen en wereld rond te reizen, et cetera. Maar ja, er is meer dan alleen dat, zeg maar. Daar word je niet per se gelukkig van. Maar als ik kan zien van, iemand begint bij mij en iemand kan stoppen bij zijn baan, et cetera, of een goed resultaat behalen, dan bouw je ook een beetje een netwerk. Dus dat is ook mijn plan voor mijn coaching. Niet alleen mensen erbij helpen, maar echt een soort broederschap maken en een soort kring maken van mensen die winnend zijn, zeg maar. Die uplifting zijn in hun eigen ding. Ja, heel krachtig. Heel krachtig. En het begint ook, ik heb op mijn lange YouTube-video's met mijn YouTube-shorts, met die kortere heb ik iets van 10 miljoen mensen bereikt en 6000 abonnees opgebouwd. Maar met mijn langere, ik had iets van 19 views op een langere video, waarin ik een tip gaf over wat je met je Instagram Reels kan doen om viraal te gaan. En één persoon die zei, mooi, die ga ik naar mijn vriend toesturen, want hij kan dit gebruiken. Toen dacht ik, hoe bijzonder is dat iemand er iets aan heeft. Gewoon online al. Ja, al heeft één iemand er iets aan, zou ik denken. Dus daarom ben ik ook meer begonnen met het plaatsen van content. Ja. Je zal nooit met 10.000 volgers beginnen, zeg maar. Of je begint ook niet met een 10.000 maand, weet je wel. Nee. Maar hoe kom ik dan bij die 10.000 volgers? Nee. Dat is dus het posten. En al heeft één iemand er maar iets aan. Nee. Het is gewoon een stukje waarde delen. Nee. En ik denk ook het waarde delen zonder iets voor terug te verwachten. Nee. Dus nooit die insteek van, ik ga dit nu doen en dan komt dit naar mij terug, weet je wel. Ik geef het gewoon. En ik zie wel, krijg ik er iets voor terug? Mooi meegenomen, zo niet, dan niet. Zo sta ik er zelf in. Dat is heel sterk. Ik geef je een box daarvoor. Want ik heb door het ondernemen ben ik wat nederiger gemaakt. En toen ik ging samenwerken met een ondernemer, ging ik dan video's voor maken, op TikTok posten en zo. En daar moest ik dan betalen voor een parking. Was iets van bijna 3 euro per uur. Is niet super duur, je hebt ook 5 euro per uur. Maar elke keer kwam er in mij om hem te vragen om voor een vergoeding. Terwijl dat iemand is die heel, heel waardevol is, zeg maar, qua persoon. En waar ik nog video's voor kan maken, waar hij me later ook voor ging betalen. Maar eerst mocht ik een beetje stage als het ware doen.
toen dacht ik, waarom zit er in mij de drang om te verwachten dat mijn parkeerkosten worden vergoed? Omdat ik dat misschien ooit in het werknemerschap is het. Je krijgt een laptop van de zaak, misschien een auto, vakantiegeld. Je krijgt allemaal dingen. Dus met die verwachting vanuit het werknemerschap, toen ik 40 uur in de week werkte, die had ik dus nog over. Terwijl ik al meer dan 2 jaar aan het ondernemen was, 3 jaar. Mm-hmm. Toen merkte ik, dat past niet meer bij deze identiteit. Dus wat je zegt, ik denk dat ik zonder ondernemen ook te veel zou denken van, ik verdien dingen. Zonder dat precies. Echt verdiend te hebben. Ik denk dat je alles wel kan krijgen, maar dat je daarvoor wel het werk erin moet stoppen. Mm. Dus stel je voor, jij wil dan die beloning van die ondernemer bijvoorbeeld, dat is jouw drijfveer. Ga je misschien gratis dingen voor hem doen of extra voor hem leveren. Nou, uiteindelijk als je lang genoeg blijft plakken, zal hij vanzelf wel een keer denken van, hey, die Marco die helpt mij zo goed. En in dit opzicht, ik zal hem eens een keer wat teruggeven of een kans geven of hierbij helpen, zeg maar. Ja. Uiteindelijk zijn we ook gewoon allemaal mensen. Ik heb ook wel eens gedacht van, hey, succesvol iemand die is gewoon compleet anders. Maar als ik ze dan ontmoet, dan zijn het ook gewoon mensen zoals jij en ik, weet je wel. Dus dat is wel grappig. Ja, bijzonder. En vandaag de dag heb je dus een bepaald leven opgebouwd, business opgebouwd, waardoor je genoeg verdient om ook je moeder te kunnen helpen met het huis. Hoe zit dat en hoe voel je je daarbij? Ja, zeker. Ik kan haar gewoon financieel ondersteunen. Dus voor mij hoeft ze niet per se een baan. Ze is nou weer voor een nieuwe baan aan het zoeken, maar ze is gewoon een hele hardwerkende vrouw. En ze moet natuurlijk ook zelf wel wat doen. Ja. Dus financieel, in principe heb ik geen zorgen daarover. Ja. En kan ik haar ook gewoon helpen en et cetera. Ja. En dingetjes kopen of bijvoorbeeld een vakantie hier en daar. Weet je wel. Dus daar haal ik zelf ook heel veel kracht uit. Ik denk van, ik heb altijd die mindset van, hey, ik geef nu geld uit aan mezelf. Laat me ook eens een keer wat teruggeven. Aan familie bijvoorbeeld. Dus zo sta ik er wel echt in. Mooi. En je bent 23 momenteel? Ja, ik ben 23. Ja. Mooi. En wat voor gevoel geeft jou dat? Dat je echt zeg maar veel voor je moeder kan betekenen. Niet alleen in de persoon die je aan het worden bent. Maar ook dat je financieel kan ondersteunen. Ja, ik denk dat het een stukje teruggeven. Ik denk dat je nooit kan terugbetalen wat in ieder geval een moeder voor een kind zou doen. Hmm. In dat geval. Maar het is gewoon een stukje van erkenning. Van, hey, ik snap wat jij hebt moeten doen. Of waar jij vandaan komt om hier te zijn. En dat het waarschijnlijk ook geen makkelijke reis was en route. En hoe kan ik een stukje teruggeven? Dus zo sta ik er wel in. En ik denk dat mijn volgende stap is mijn vrienden in Wit-Rusland daarin ook verder helpen. Dus kijken of ik hun misschien in personeel kan nemen of kan helpen het land te verlaten als er net als nu een dreigende politieke situatie is. Zo kijk ik er altijd naar van, hey, hoe kan ik iemand helpen? Want misschien zou iemand anders dat ook wel voor mij doen als ik heel laag zou staan. Bijzonder. Ik voel zelf niet specifiek nog een boodschap toe te voegen. Heb jij nog iets wat je wil zeggen aan de kijker die dat heeft gehoord, wat hij nu heeft gehoord? Ja, ik zou zeggen, als je iets wil bereiken, dan moet je er wel echt alles voor kunnen opofferen. Dat is wel een hele belangrijke vanuit dit deel. En ik denk dat veel mensen die dus dit soort motivatievideo's of podcasts luisteren, uiteindelijk weet je wel wat je moet doen, zeg maar. Alleen je moet het gaan doen. En veel mensen zijn daarin of te laai, et cetera. Ja, kies nou eens gewoon één businessmodel. Het hoeft voor mij niet eens e-commerce te zijn. Of je gaat forex traden, of je gaat content maken, of e-mail schrijven, noem het maar op. Als je dat 3 tot 5 jaar doet, ja, dan ga je daar gewoon heel... Hoe kan je daar slecht in zijn? Hoe kan je 1000 uur gaan boksen en geen klap kunnen geven, weet je wel? Dat kan toch niet? Als je het maar zo lang doet en er tijd in steekt en verbetert, dan word je er vanzelf beter in dan de rest, zeg maar. Het is mooi wat je zegt. Die Alex Hormozi, de ondernemer die 100 miljoen euro omzet draait met één van zijn businessen en echt viraal aan het gaan is nog steeds in Amerika en ook in Nederland. Hij zegt ook, wat jij benoemt, ook op een mooie manier van, hoeveel actie moet ik ondernemen, minimaal, waardoor het onlogisch lijkt dat ik niet succesvol word. Ja, zeker. En vaak is dat meer actie dan dat je denkt. Dus ik heb ook wel eens gedacht, oké, dan doe ik 1 product per dag. Maar misschien moet je wel 5 producten per dag testen om dat resultaat te behalen. Ja. Diegene die bijvoorbeeld 5 producten per dag test, die heeft veel sneller een winstgevend product die 1 per dag of 1 per week test. Dus uiteindelijk gaat het gewoon om volume daarin. Sneller falen, sneller leren. Ja, zeker weten. Mooi, Paul. Ik wil je hartelijk bedanken. Ja, zeker. Marco, jij ook bedankt. Graag gedaan voor het zijn van een gast natuurlijk op de podcast. Mocht jij als kijker interesse hebben gekregen in de onderwerpen die hier bespreekbaar gemaakt zijn in Paul's verhaal en wil je met hem in contact komen, bezoek dan de links hieronder. Het kan via Instagram, het kan via Facebook natuurlijk. Zeker weten.
En kom vrijblijvend met hem in contact. Mocht je vragen hebben over onder andere e-commerce of een ander onderwerp met betrekking tot ondernemerschap. Ja, zeker weten. Doe ik zelf, in ieder geval de sales call zelf, zo wil ik het niet noemen. Maar ik kijk echt van, wil jij iets? Dan maak ik gewoon een half uur tijd vrij in mijn agenda. En dan kijk ik van, waar sta je nu en waar wil je heen? En dan kan ik je of via een call wat gratis tips geven of via mijn DM bijvoorbeeld. Ja. Ik hoef daar niet per se zelf iets voor terug. Ik kijk iets van, kan ik jou helpen en kan ik jou het resultaat aanbieden, dan kan ik je een dienst aanbieden. Maar anders kan je ook je eigen weg gaan. Ja, mooi. Ik zou zeggen, probeer het. Er is niks te verliezen en alleen maar te winnen. Zeker weten.